De minister-president gaf net aan, voorzitter, dat hij het gebruik van de woorden drang en dwang, dat hij daar niet zo'n voorstander van is. De discussie in de Kamer, het afgelopen jaar, maar ook in de samenleving, gaat over dwang en drang. En voorzitter, als ik zo kijk naar de grafiek of een chart van de Gezondheidsraad, dan zien we dat we nog maar eigenlijk één stap verwijderd zijn van een vaccinatieplicht, die dan wettelijk wordt opgelegd. Durft de minister-president hier uit te spreken, aangezien we talloze stappen zijn gevorderd in de mate van drang en dwang, dat er nooit een vaccinatieplicht gaat komen die wettelijk opgedrongen wordt? Hebben we nou zo vaak gezegd, ja. De heer Kuzoe. Ja. Die gaat er komen. Nee, die gaat er niet komen. Die gaat er niet. Dus het antwoord op uw vraag, kunt u uitspreken dat hij er niet komt, is het antwoord ja. U weet, hè, de minister van Financiën zegt altijd nee, maar behalve op de vraag of hij net nee zei, dan zegt hij ja.